De geest van de Zwarte Ridder komt en gaat. Niemand weet wanneer hij verschijnt of waarom. Maar als hij er is, gebeuren er vreselijke dingen. Waarom woonde tante Sonja in Chicago, maar had ze een huis hier in Ierland? En waarom erven wij het? Het heeft wel karakter. Een huis met een verleden. Eerder overleden. Die man is al bijna 300 jaar dood nu. Blijkbaar is hij dus niet meer dood. Ik zag hem, gekleed in het zwart, op een diep zwart paard. Was dat daar? Kasteel Longwood, daar woont de Zwarte Ridder. Serieus? Natuurlijk niet. De Zwarte Ridder bestaat niet. Ik wil je graag wat laten zien. Lord Longwood du Monceau, beter bekend als de Zwarte Ridder. 300 jaar geleden kwamen er 7 kinderen om in het vuur. En de volgende dag verschenen er 7 paarden hier op dit land. Hij zal niet rusten voordat hij zijn dochter heeft gevonden. Het is net alsof de paarden de kinderzielen zijn. En dat verklaart waarom ik de stemmen steeds hoor als ik bij de paarden ben. Ze zijn zo wild omdat ze pas kunnen rusten als het verleden recht is gezet. Net als de Zwarte Ridder. Mensen zagen de Zwarte Ridder midden in de Vlammenzee staan, maar hij brandde niet. Ze zei dat ik de vloek moest verbreken en dat alleen ik dat kan. Jij gaat Longwood redden. Kijk, dat is hetzelfde teken als op mijn amulet. Stop! Er bestaat helemaal geen Zwarte Ridder. De legende van Longwood.